De geitenhouderij is bang dat het onderzoek naar de gezondheid van omwonenden jaren gaat duren. Ja, dat is wel onze angst, ja. Dus kijk, een onderzoek van, speelt ditzelfde effect ook in andere gebieden? Dat vinden we wel een hele belangrijke. Dat hoeft geen 3 jaar te duren, maar als je echt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wil doen, ja, daar heb ik geen verstand van hoe lang dat gaat duren. Nee. De provincies Noord-Brabant en Gelderland kiezen voor een groeistop tot het onderzoek is afgerond. Ja, gezien wat er nu aan onderzoek gedaan is, vinden we dat wel een hele drastische maatregel. Als je het vergelijkt met wat er allemaal in het leven aan risico's is en hoe duidelijk die risico's zijn. Denken van, nou, die risico's hier zijn nog niet zo heel extreem en ook nog niet heel duidelijk dat het ook echt goed onderbouwd is. Dus dan vinden we wel een heel overdreven snelle reactie eigenlijk. Zegt u, het is veilig om geiten te bedrijven? Ja, ik zeg van wel ja, maar ik snap wel de zorg en die zorg moet je verder onderzoeken. De sector heeft zich de afgelopen jaren zo kunnen ontwikkelen door de groei. Het feit dat we nu een sterke geitenhouderij hebben met een goede prijs en een goed rendement en met allemaal bedrijven die in de geitenhouderij willen investeren. En dan bedoel ik niet alleen de primaire bedrijven, maar ook de toeleverende en de verwerkende industrie. Dat heeft wel kunnen ontstaan omdat we met z'n allen die groei hebben mogen doen. Als het omvang van de sector hetzelfde was geweest nu als 20 jaar geleden, ja, dan was het nog steeds allemaal een beetje kopiëren van de koeien en kijken hoe het gaat. En dan had je geen gespecialiseerde industrie eromheen gekregen.